Bij het werken met bijvoorbeeld gebroken glas kan iemand een snijwond oplopen. En dit is wat je dan moet doen. Zoals je ziet komt er op dit moment niet heel veel bloed uit deze wond. En daarom hoeven we hem niet af te drukken, maar gaan we meteen schoonspoelen met water. We spoelen de wond schoon en zo proberen we al het vuil uit de wond te verwijderen. En zo kan je proberen te voorkomen dat de wond later gaat infecteren. En als de wond schoon is gespoeld, dan gaan we proberen om het bloedverlies te beperken. Dat kun je doen met een gaas en deze keer gebruik ik ook een hechtstrip. En de hechtstrip zit in alle verbanddozen die door het Oranje Kruis goedgekeurd zijn. Als je handschoen hebt, dan kun je die aantrekken om te zorgen dat de wond schoon blijft terwijl jij bezig bent. En nu gaan we eerst de wondranden goed droog maken, zodat de strip strak goed blijft zitten. Hiervoor gebruik ik gewoon een normaal gaas. Je kan de hechtstrip uit de verpakking halen en dan zie je dat er een aantal naast elkaar zijn. We pakken eentje en die plakken we aan één zijde van de wond. En dan met één vinger druk houdt en dan over de wond heen de wond mooi netjes aan elkaar legt. En ook de tweede, die plak je een paar millimeter verderop. We gebruiken hier nog een derde ook. De hechtstrips houden de wond nu goed bij elkaar. En nu gaan we de wond steriel afdekken met een snelverband. En dit is een goede manier om het bloedverlies tegen te gaan. Maar de huisarts kan het beste bepalen of een wond misschien gehecht moet worden. Neem dus altijd even contact op met de huisarts of de huisartsenpost.